We zijn hier bij Dorpshuis Bron, donderdagavond, Koningsnacht, de goederen en diensten van Nat. Twee veilingmeesters, Marcel Manders en Kees van den Berg. Hebben jullie alles voor elkaar? Nou Thijs, zal ik jou zeggen, we hebben ontzettend hard gewerkt. Maar wat wij klaar hebben gekregen, wat hier achter klaar staat, daar zal menig hezenaar van opkijken. En ik hoop dat er heel veel komen, dan hebben ze allemaal de kans om een prachtige kavel binnen te halen. Hartstikke mooi Kees, dan heb ik een vraag aan Marcel, hoe kunnen mensen in de zaal gaan bieden vanavond? Dat is heel simpel, door een biedbordje omhoog te houden. En als ze dat goed omhoog houden, dan komen wij vanzelf erachter dat de mensen geboden hebben en kunnen ze meteen de goederen en of diensten meenemen. 60 euro, 65 euro geboden achter in de zaal. Wie biedt er 70 euro? 70 euro geboden van dit unieke schilderij. 90 euro geboden voor een paar mooie rollen. 90 euro 1 al, 90 euro 2 al, verkocht 90 euro. Kees, kun je al een paar kavels omschrijven die er vanavond onder de hamer gaan? Nou, dat zijn wel zo mooie kavels. Daar zitten erbij van een pan zuur vlees tot een Bavaria-excursie van 300 euro voor 15 mensen compleet verzorgd. Daar zitten een paar hele mooie partykavels tussen. Eten en drinken bij elkaar voor 25 personen voor een hele leuke prijs. Een verrassingskavel zit er nog tussen, die voor niemand nog niet bekend is, maar die maken wij nog bekend. Ja, het is zo gek om op te noemen, maar voor iedereen wat eigenlijk, kan ik wel zeggen. Wat wil je? Gaan we een feestje bouwen, Marcel? Wij gaan zeker een feestje bouwen, maar dat is niet geheel in vreemde handen bij Nat, hè? Maar goed, wij gaan er in ieder geval een leuke avond van maken samen met onze gasten.